Yo, wat is het mensen, Dipjes Gamer hier en vandaag weer een nieuwe Forza Horizon episode of episode. Dat is net wat jullie het liefst te horen. Ik heb soms wel eens mensen die zeggen van, hey, episode, niet episode. Maar ik ben lekker op zijn Nederlands ingesteld, dus hey. Nee, maar super dank voor alle support trouwens op mijn kanaal. We hebben de 20.000 abonnees bereikt. Ik wil jullie daar super hard voor bedanken. Natuurlijk ook Chrome voor de shoutout. Maar uiteindelijk hebben jullie natuurlijk geabonneerd op mijn kanaal. Dus super bedankt daarvoor. Ik waardeer het enorm. Echt serieus, ik waardeer het enorm. En vandaag met Forza Horizon, zoals ik al eerder heb gezegd, gaan we een nieuwe auto elke episode gaan we dus doen. Misschien twee nieuwe auto's elke episode, we zullen zien. En ik heb heel veel comments gekregen. Of de Nissan GTR of de Skyline, een van beide. Of de McLaren P1, volgens mij heette hij. En laten we het zo doen. Ik ga eerst de Nissan Skyline doen. En dan gaan wij dus de McLaren P1, volgens mij heet dit P1, ik weet nog steeds niet zeker, maar we zullen het zelf zien. Die ga ik dus daarna doen, in de volgende episode, of misschien wel in dezelfde video, wie weet. Maar alsnog trouwens, 150 likes op de vorige video, super bedankt ervoor. Ik had nooit verwacht dat deze serie hem toch best goed aan zou slaan. En laten we gewoon voor deze video natuurlijk ook 150 likes halen, dat zou top wezen. Dus druk dat duimpje erin, dan ben ik ook weer tevreden. En dan... zou ik zeggen, geniet van de video, we gaan lekker bezig. We hebben nog op dit moment de Audi R8. Maar we gaan natuurlijk even van auto wisselen. We gaan eerst even naar auction kijken. Misschien is er nog wat leuks ertussen voor een leuk prikje. Misschien zit er wel een Skyline tussen voor een mooi prijsje. Dus laten we daar eventjes gaan kieken. Ik heb trouwens ook mijn water even bij, want soms wil ik ook wel een droge mond hebben. Dan heb ik tenminste wat water bij de hand en dat is wel handy dandy. En ik zei dat ik in een festival wou en vervolgens gaat hij in free roam. Deze game. Oké, dan gaan we even terug. Even kijken. Auction house. We hebben trouwens wat berichtjes. Maar dat boeit me niet zoveel. Het zijn gewoon dingen die niet verkocht zijn. Auction complete. No bids. Iemand heeft deze auto... Wat? Deze had ik... Was deze voor mij? Oké, we hebben dus een auto gesold voor $72.000. Lekker, joh. Ik had niet verwacht dat die zou verkopen. Maar oké, nice. Hoe claimen we trouwens het geld? Collect credits. Hoppakee, we hebben 72.000 trouwens er weer bij. Thank you very much. Oké. En nu gaan we eens even kijken wat voor auto's trouwens we nog meer kunnen verkopen. We hebben natuurlijk twee keer Audi R8. We verkopen deze ook gewoon. Auction car. Preparing your car for auction. Starting price vind ik toch een prijsje van 40.000 wel leuk. En we gaan de auction gewoon 24... Nee, we doen... 6 uur. En dan buyout prijs op 109.000. Volgens mij kost hij 190.000 nieuw. Dus ja, het kan meteen. Of het is 109.000 of het is meteen 200.000. Dus laten we gewoon lekker 109.000 doen. Ik vind het helemaal prima. Oké, die listen we dus ook. En dan ga ik even kijken wat voor meer auto's dat we kunnen verkopen. Want we hebben heel veel dubbele auto's. En natuurlijk, met die dubbele auto's kunnen we natuurlijk weer extra geld verdienen. Wat natuurlijk top is. We hebben hier een Viper. Daar hebben we voor mij een dubbele van. Voor mij staat er ergens anders ook nog een Viper. Meen ik hoor. Oké, we hebben dus één Viper. Ik weet niet wat die andere is gebleven dan, maar hij is footsie. Wauw. Even kijken, hebben we nog verder dubbele auto's? Of auto's die we echt... Nou ja, ik hou gewoon lekker zoveel mogelijk auto's in de garage. Voor mij kun je unlimited... Laat het trouwens even weten in de beschrijving of in de comments... Hoeveel auto's kun je in de garage hebben? Gewoon zoveel als je wil of zit er echt een limiet op? Want anders ga ik gewoon extra auto's verkopen. En dan... ja, anders heb ik het niet veel aan. Oh, hier, dit is de... Oké, dit is de SRT Viper GTS van 2013. En dit is een Viper van 2008. Oh, op die manier. Sowieso wil ik hier trouwens nog wel eens een keertje mee rijden. Lijkt me ook wel een lompe bak trouwens. Maar dan gaan we dat trouwens doen in de desert area. We gaan trouwens als eerst even naar de desert area. Dus tenminste, anders doen we elke keer weer Blizzard Mountain. Word je misschien ook een beetje simpel van. Maar we hebben niet echt auto's die we kunnen verkopen. Het zijn allemaal unieke auto's van elkaar. En we gaan eens even kijken wat voor hot deals we hebben. Misschien vinden we een Skyline, misschien een McLaren. De eerste de beste auto van die twee, als we die vinden, gaan we dan kopen. Nou, dit is de oude, dit is de Skyline, die vind ik niet mooi. Dat vind ik gewoon, ik vind die oude auto's vind ik niet echt, vind ik... Mooi. Dit is ook weer een te oude auto volgens mij trouwens. Dus ik ga eventjes verder kijken of we een andere kunnen vinden. McLaren 650S Coupé. Is wel een zieke bak hoor. Is wel een zieke bak.
Even kijken. Ik zal het trouwens even snel even in de comments kijken van de video. Wat allemaal wat een beetje aangeraden werd. Voor me was het gewoon Nissan Skyline wat ze zeiden, of GTR. Ik zal even snel even kijken. Wat we allemaal voor comments hadden. Even snel. Even naar onderen kijken. Comments, even kijken. De Nissan GTR of de Nissan Skyline moeten kopen, zei Kevin. En de McLaren. Ze hebben niet echt specifiek een auto bijgezet. P1, die zien we hier trouwens wel. Dus we moeten gewoon kijken naar een mooie Skyline of een McLaren P1. Dan willen we een van de nieuwe routes natuurlijk hebben. Even kijken. Hebben we nog wat verder wat moois? Anders kopen we gewoon, want we hebben ook eigenlijk gewoon vies veel geld. Eigenlijk hoeven we ook niet helemaal te cheapen op dit soort auto's, maar we gaan nog steeds kijken gewoon. Even kijken of wat leuk zit. Misschien wat niet. Misschien ook wel. Wie weet. Ja, ik zie zover rest echt niet eens iets tussen staan. Dus de 650S coupé, de P1 zien we trouwens niet. Dus dat zal hem ook dan niet echt worden. Weer een oude Nissan. Maar we willen een beetje de nieuwere volgens mij. Ik zal eens even kijken voor de nieuwere Skyline. Misschien zit die... Ik koop hem gewoon wel, jongen. Ik koop hem gewoon wel in de garage. Laat het niet te moeilijk doen. Even kijken. Nissan. Waar zit Nissan? Even kijken. Nissan. Hier hebben we hem. We hebben hier Nissan GTR. Dus of deze auto gaan we halen. Of de Nissan Skyline. Dus de Black Edition is een ouder model. Maar dat maakt niet uit. Dit was trouwens de Nissan. Dit was de Skyline trouwens waar ik het over had. Deze vond ik het mooiste. Ik ben nu heel snel opgeklikt. Maar deze vond ik de mooiste Skyline voor zover. En laten we gewoon even beginnen met de Skyline. Ik vind Skyline altijd wel een vette bak hoor. Ik vind het altijd een vette bak. Natuurlijk hebben de Fast and the Furious designs zijn hier natuurlijk. En laten we gewoon lekker op de Fast and the Furious designs op afgaan. Dan weet ik niet welke echt de originele beetje naboost. Ik zal eens even kijken. Nissan Skyline, Fast and Furious. Nissan Skyline, Fast and Furious. Dan pakken we dezelfde design, pakken we ongeveer zeg maar weer. Als mijn internet even meewerkt en snel doet. En dan wil ik de meest identieke auto wil ik hebben. Dus dan is deze niet echt identiek, want deze loopt niet mooi door. Misschien hebben we wel meerdere hier tussen staan, vast wel. Nee, niet, oké. Dan pakken wij de eerste die we zagen. Dus dan pakken we deze. Deze heeft meer de matching colors daarmee. Dus laten we die kiezen. Dan hebben we gewoon mooi zo'n Fast and Furious autootje. Is wel ziek. Eerlijk toegeven, is ziek. 63.000 is helemaal niet veel. Dat is natuurlijk ook een oude auto. Dus ik verwacht er sowieso al niet hoge prijzen. Dus dat scheelt ook weer. En dan kunnen we eens even kijken of we misschien de auto nog verder gaan pimpen qua snelheid. Want ik weet niet of... Is dit trouwens een all-wheel drive auto of is het alleen rear wheel of front wheel drive? Ik zal eens even kijken. Ja, yeah, oké. Okay. Animatie is klaar, denk ik, nu. Doe dat zo lang, joh. Doe dat zo lang. Oké. Space drive, height UI. Zo. En dan upgrades. Upgrade cars. Was dat die? Upgrade garage, moet ik voor me wezen. Upgrades. Load auto upgrade. Oké, we hebben nu bijvoorbeeld een A-autje. Laten we gewoon lekker weer een S1 auto van maken. Gewoon lekker snel. S2 vind ik net weer een beetje te volgens mij. Dat ga ik echt alleen bij de supercars doen. Maar ik vind het S1 verder prima voor deze auto. Dus saving. En dan hebben we weer een mooi bakje erbij, jongen. Dit is de Skyline zoals jullie dat gewild hebben. En hopelijk hebben jullie deze ook bedoeld. Dat je deze auto wou. Anders heb ik weer natuurlijk van alles verkeerd. Maar ik ga wel vanuit dat dit de goede is. Waarom is dit all-wheel drive trouwens? Ik heb niet gekeken, maar hij trekt best wel snel op. En laten we trouwens weer terug naar Byron Bay gaan. Even in een normale map weer even racen. Anders zitten we alleen maar bezig in Blizzard Mountain. Ik kan ook een beetje saai wezen. Dus laten we erheen gaan. Op dit moment en... Dankjewel. Oei, oei, oei. Zo... Destination unknown. Trouwens, wat jullie ook hebben gezegd van, yo, in plaats van de race telkens opnieuw te starten, doe gewoon even zo'n setback optie. Wat was dat ook alweer? Rewind. Dus dat doen we gewoon lekker aan. Is heel, ietsjes minder XP, maar maakt niet zoveel uit. Maar dan scheelt het zeg maar weer opnieuw de races doen. Dat scheelt tenminste weer. Als ze blijven... Die vent die zat ook achter me aan te beuken ook alweer.
die ik toen de volle tegen de volkant aanreed, de iPlayer clown. Ik knal vervolgens tegen hem aan te staan. Dankjewel daarvoor. Oei oei oei. Oké, we zijn weer terug in de normale wereld met gewoon geen sneeuw en al zijn dingen. Gewoon zand, betonnen wegen, gewoon normale wegen en dan kunnen we weer lekker skeuren in de normale wereld. Oké. Hey bro. Hey bro. Okay, we hebben nieuwe driver thuis, die kunnen we eens even bekijken. We kunnen natuurlijk niet ergens snel heen spawnen. Ja, we kunnen hierheen spawnen, zeg maar, of fast travelen. Denk ik, toch? Of niet? Ja, hier kunnen we fast travel denk ik heen doen. Nee, denk ik niet. Nee, het kan niet eens. Oké, is vaag. Find Hank. Hank MX5, jongen. Henkje, jij komt erbij. Ik ga je eens even opzoeken. We hebben ook een barn find trouwens hier. We kunnen hem meteen ook wel even zoeken. Dus, oh, we hebben weer een nieuwe roomer. Paf! Oh, die zit er vlak naast. Dat is ook ideaal trouwens. We hebben heel veel van die barn finds. Misschien moeten we die ook maar eens een keer gaan zoeken. Want dat doen we ook niet zo heel veel. En ik vind deze auto, de kleur van de auto mag wat meer glanzen. Het ziet er een beetje donker uit, de kleur zelf. Dat is een beetje min. Misschien dat ik het nog even ietsjes lichter ga maken. Ietsjes lichter. Er zit hier een barn trouwens in de buurt. But where, that's the question. Hier rechts trouwens een boerderij, dat zal je vast ook wel weten denk ik. Als het zo is, dan hebben we wel lekker snel die zooi gevonden. Dat scheelt ons voor zometeen natuurlijk. Is het hier? Hier is niet. Want dat natuurlijk wel die in zo'n cinematic mode ging. Zit ik hier in de buurt, misschien hiernaast. Nee, dit is dus niet de plek waar we moeten wezen. Ja, we zoeken wel eens andere keer. Ik wil even nu een nieuwe driver daar trouwens hebben. Ik rijd trouwens helemaal off-road. Het is ook niet echt de bedoeling. Oh boy. Oh, doorheen, doorheen. Oh, we gaan perfect door de boom heen, jongen. Wel van daar doorheen, maar dat maakt niet uit. See, press Y to rewind. We kunnen dus niet weer rewinden. Dat is wel handig voor in de races. Kijk, die heeft precies dezelfde, die heeft die oude Nissan Skyline. Ik weet trouwens niet of het deze Nissan Skyline is die ze gebruikt in Fast and Furious. Volgens mij wel. Maar ze ook nog best wel die oude kunnen weten. Dat weet ik trouwens niet zeker. En op zich, het rijdt wel lekker door dit autootje. Dat vind ik wel fijn. Oh, hij rijdt niet verkeerd, voor zover ik weet. Hij rijdt absoluut niet verkeerd. Ik weet niet, de laatste tijd vind ik die auto sowieso best wel redelijk fijn rijden. Voor 20 skill points erbij erboven. Oh baby, blaze it boys. Oké, 4,6 kilometer. Even kijken, wat hebben we trouwens onderweg nog? Hebben we nog onderweg races die we kunnen vinden? Nee, dus we gaan gewoon lekker erheen karren. Hebben we trouwens wheelspins? Dat vraag ik me wel af. Skill shop hebben we wel wat trouwens. En we hebben kunnen XP unlocken en... Ja, iemand zei trouwens ook, je kan een gratis auto krijgen. Oh, dat is deze. Je kan hier dus dat Super Legera unlocken bij de skills. Kun je dat trouwens unlocken. Dus dat wist ik ook eigenlijk niet. Laten we gewoon ook trouwens hier punten nog even wat neerzetten. Dat scheelt tenminste zometeen ook weer. XP, we hebben ook weer more XP. Juppakee, in een convoy. Het zal me wel. Waarschijnlijk ga ik nooit convoys gebruiken. Maar dat maakt niet uit. Het gaat om het idee, jongens. Het gaat om het idee. We hebben trouwens ook nog een bucketlist die we nog kunnen doen eigenlijk. Create and Browse. We kunnen wel even snel een bucketlist maken. Drift Zone. Op zich wil ik wel driften. Alleen ik heb niet echt de auto daarvoor om te driften. Voor mij kun je beter met een rear wheel drive of een front wheel drive kun je voor me beter driften. Maar we kunnen damage control. Kunnen we doen. Now, set a destination. En dan gaan we destination gaan wij hier doen. Morning clear. Ik vind het helemaal prima. Traffic on natuurlijk. Rewind. Unlocked camera. Maakt me allemaal niks uit. Laten we gewoon die bucketlist doen. Random. Yes. Confirm. En dan gaan we die bucketlist even doen. Dan gaan we meteen een bucketlist doen. Tegelijkertijd dat we naar de checkpoint heen gaan. Of naar de driver daar. Dus dan doen we twee dingen in één eigenlijk. Kijk maar. Hij glanst nu wel lekker hoor. Hij glanst nu wel lekker. Oké. Okay. Let's go, even de muziek uitzetten, anders krijgen we daar weer gezeik mee. Oké. We moeten zo min mogelijk damage hebben met onze auto, dus we moeten niet tegen dingetjes aanknallen, tegen bordjes aan, tegen auto's, bomen, wat nou. We mogen gewoon geen schade rijden. En we fixen dat gewoon, want wij zijn professionals in deze game natuurlijk. Ik ga trouwens wel wat rustiger aanrijden voortaan nu. Vooral met deze bucketlist trouwens.
anders lukt het me niet echt, hè. Als ze dit gewoon vlekkeloos kunnen doen, dan zou dat helemaal top wezen. En volgens mij moeten de mensen met friendlist van deze bucketlist ook doen. Of die kunnen ze doen. Dan kunnen ze kijken of ze mij kunnen beaten. Dat zou wel geinig geweest als ik opeens heel smooth dit heb gehaald. En dat hun dan helemaal niks kunnen. Holy shit. Dat ging lekker. Dat ging lekker. Ik dacht echt dat het verkeerd, maar het gaat nog goed, jongens. Het gaat nog goed. Scherpe bocht zo meteen, dus we moeten zo meteen veel afremmen. Deze auto gaat ook rechts, hopelijk gaat hij niet in de weg zitten. Valt gelukkig mee. Nul schade, jongen. Het gaat lekker, het gaat lekker. Komt de autootje aan, dus ik moet sowieso wat links aanhouden. Gas loslaten, zo. Destination zit hier links trouwens. Oh, we moeten off-road nog het laatste stukje rijden. Oh, verschrikkelijk, joh. Oké, sharp right. Oh boy. En we hebben het gehaald. Zonder schade, op zich best wel een mooie sneltijd gehaald. 1 minuut 25 over gedaan. Is denk ik best wel een goeie. En de titel. Get on my level, bro. Zo. Want niemand beat het natuurlijk. Publish. Dan kunnen ze trouwens ook met mijn mooie Nissan Skyline. Kunnen ze trouwens dit doen. Oké, een publish is wat gepublished. Ik hoef niet te attempten, want ik heb het net gedaan. Ik vind het wel best zo. En ik weet niet waarom we nu opeens een laadscherm weer hebben. Want ik neem toch aan dat we dan... Oh, natuurlijk beginnen we zeker weer helemaal bij het begin. En zijn we niet bij het einde. Zul je net zien. Verschrikkelijk. Ja, oké. Nou, is top. Ja, we kunnen weer opnieuw. Nou, dan kan ik net zo goed die bucketlist voor me ook weer doen. Nou, dan doe ik die meteen. Voor me, als we dit nu halen, zijn we wel uiteindelijk bij het einde, toch? Of ben ik nou zo gek? We kunnen even proberen te beaten onze eigen bucketlist. Radio on. Trouwens, voor de mensen die het weten, is er ook een zender hier trouwens op Forza, dat je non-copyright muziek kan afspelen ofzo. Op een of andere manier. Dat toch een optie is voor daarvoor, ik weet niet. Kijk, ik moet mijn eigen timing kunnen beaten en rijdt wat meer verkeer hier ook, wat een beetje vervelend is. Oh jongen, dit is best wel een goede tijd dat ik neergezet heb, jongen. Dit is best wel moeilijk te halen, denk ik. Voor degenen die het gaan proberen. Oeh, ik ging een beetje te veel aan de buitenbol. Maar ik wil juist zoveel mogelijk gas geven dat ik dit kan halen. Ik weet niet of we damage mogen maken, want dat hadden we vorige keer ook niet gedaan namelijk. Het gaat denk ik wel wat sneller dan de vorige keer, denk ik. Nou, wel wat. Het valt mee. We kunnen natuurlijk ook een beetje een afsnijden de bochten, maar... Dan maken we schade. We gaan ze even afsnijden. Even gewoon proberen. We krijgen hier damage door, zie ik. We krijgen dus damage door als we dus off-road gewoon rijden. Dat wist ik dus niet en... Ik weet niet of we het nu kunnen halen. Voor mij wel. Dan moet je gewoon niet te veel damage maken. Dat komt alles goed. 8 seconden, 7 seconden. Kunnen we onze eigen tijd inhalen? 6, 5, 4, 3, 2. Oh, there we go. We hebben weer verbeterd trouwens. Dus dat is very good. We hebben weer 5000 credits erbij. En hoeveel XP? We hebben 3300 XP. En we zijn level up. We hebben weer een wheel spin. Dus dat is een goede zaak. En we kunnen de SL65 AMG Black Series kunnen we nu winnen. Ik zal er nog even een slokje nemen. En we winnen een Audi S1. Op zich wel een leuke bak. Maar de achterkant van de auto vind ik weer wat minder. Ik weet niet, de achterkant van die auto vind ik niet zo heel mooi. Vind ik van de Audi A3 mooier. Die bucketlist, dat boeit me echt geen reet. Want ik zie er vaak toch niks van terug. Nu laten we weer. Waarschijnlijk zitten we weer aan het begin zeker. Wat zal weer zo wezen. Het is verschrikkelijk, jongen. Ah, man. Ik dacht, uiteindelijk staan we wel hier, maar gebeurt het me niet. Sorry ervoor dat het nu zo lang moet duren. Ik had ook anders gewild hoor, maar goed. Laten we dan maar heen gaan karren. En misschien kunnen we wat mensen challengen onderweg, want dat kunnen we tenminste wel. Dus laten we die gewoon challengen, kunnen we dat meteen onderweg doen. Nu spawnen we tenminste niet helemaal terug en dat is een goede zaak. Oké. Hij heeft een Supra, of een Toyota Supra is het. Is ook trouwens een hele mooie auto, dat wil ik ook wel eens een keertje gaan halen. Is ook voor mij heel snel te upgraden en rijdt gewoon best wel goed. Dus
Kunnen we misschien daarna wel even proberen. Eerst de McLaren dan nog. En daarna kunnen we wel de Supra misschien eens een keer uitproberen. Laat weten, wil je de Supra, dat ik de Supra uitprobeer? Holy shit. Wow, dat ging echt broed. Maar dat lukt ons jongens. Kijk eens aan jongen, kijk eens aan. Precision, the one of two, of course. Wat zou het anders moeten wezen, want het was ook easy mode. 3000 credits, 1900 XP. We moeten hier rechts trouwens voor de driver daar. Dus we gaan eventjes de rood skippen. Ik moet nog één head-to-head doen en dan dat boeit me echt een ruk. Nog één head-to-head, dan kunnen we Mystery Race in locken blijkbaar. Dus benieuwd. Oké, waar is Mr. Henkje? Oh, we hebben hem meteen al gevonden trouwens. Top. Henk rijdt in een Nissan GT-R. En dat is wat de andere auto, wat de anderen wouden zien op de video. Tenminste, dat liet jullie achter op de comments. Jullie wouden deze auto ook zien, de Nissan GT-R. I don't blame you, het ziet er mooi uit, deze auto. Nou, we gaan kijken wie er beter is. Henk, of ben ik nou beter? We zullen zien. Ik ga trouwens hier de rood skippen. Want het kan prima. En hij volgt lekker de weg. En ik kan het gewoon lekker zo... zo doen. Nou, zie, hij volgt de weg. Dus op zich, ik crash nu al veel. Maar dat maakt niet uit. Ik kan hier gewoon doorheen rijden. En dan win ik alsnog. Weet je. Dat is heel makkelijk. Dat had ze misschien wel beter kunnen doen. Als je echt checkpoints had. Maar wij kunnen gewoon hierheen rijden. En we hebben gewoon gewonnen. IJs is een soort van cheaten. Maar het kan. Dus het is ook weer geen cheaten, weet je. Het valt wel op zich reuze mee. Maar niet zo heel, daar krijg je nooit zoveel van. Dus we hebben een nieuwe driver tattoo recruit. Henk is van mijn stream. Dus het is op zich leuk om iemand van de stream hier tussen te hebben. Is leuk. Oké, dus ik moet iemand eruit kicken om Henkie erbij te laten. En Baramski, sorry jongen, maar jij bent echt gewoon een dikke ruk hierin. Je bent fired. En nu kan Henkie zijn plaats overnemen. Level 272, de knetter jongen. De knetter. I need to go and tell someone they've been fired. Nice. I just got a call from a bloke. Oké, we hebben weer nieuwe street races trouwens erbij. Oh, dit telt ze natuurlijk ook mee als een head-to-head race. Dus dan krijgen we ook weer meer street races daardoor weer bij. Dus dat is nice. We hebben hier nog een barn find. Hieronder hebben we nog een barn find. Weet je, die barn finds vind ik eigenlijk wel het minst interessant van allemaal. Dus ik ben nu meer eigenlijk nieuwsgierig naar wat de races die hier zijn. En kan ik hier fast travel ergens doen? Waarschijnlijk niet. Laten we gewoon eventjes hierheen gaan. Naar deze Horizon Festival. En laten we van daaruit naar even naar een race toe gaan. Die gewoon normaal in normaal gebied is. Dus niet een zandgebied. Dat vind ik verschrikkelijk. En in de stad rijdt het ook niet altijd heel fantastisch. Dus even kijken. Waar hebben we hier? We hebben hier een street race. En welke krijgen we daar onze meeste XP van? We krijgen van de eerste krijgen we meeste XP. Laten we daarheen gaan. Laten we daar lekker heen gaan. 14 head-to-head races hebben we gevonden, zie ik. Baron Grodd is daar, de boomknubbelaar. En hopelijk, als jullie trouwens mee wilt toevoegen op Forza, dat kan allemaal trouwens. Dan kun je trouwens ook jezelf zien in de game als je de video kijkt. Dan zie je gewoon jezelf in de wereld rijden. En dat is op zich wel gaaf, is wel leuk. Dus als jij in mijn crew wil zitten hierin, voeg me toe op Xbox. Mijn naam is Example Gamify. Soms zie je het wel eens voorbij komen. Ik weet niet of hij hier staat. De naam linksbovenin, Example Gamify, je ziet hem daar. Voeg die toe op Xbox, dan kan ik je in de crew doen. Dan zoek je je op als drijvertaar en dan kun je gewoon erbij. En dan zie je jezelf terug in de video's. Hoe vet is dat? Oké. Destination is 200 meter. Even remmen. We kunnen meteen deze auto testen bij de races. En dit soort races vind ik trouwens het leukste, die street races. Dat vind ik echt het leukste. Oké, synchronizing drijvertaars. Let's go. Duurt altijd weer eventjes verschrikkelijk. En trouwens, voor degene die zich gaat vragen, morgen trouwens ook weer een nieuwe GTA 5 LSPD FR video. Dus als je daar benieuwd naar bent, morgen komt er weer eentje. Op het moment dat ik dit nu opneem, ga ik ook hierna de GTA video opnemen. Dus die komt dan de volgende dag. En daarna, misschien de cinematic. Of misschien doe ik wel morgen eerst de cinematic. Nee. Ik doe morgen de GTA 5 LSPD video. Overmorgen misschien een GTA 5 cinematic van een nieuwe auto die uitgekomen was. En dan zien we wel wat we verder doen. God, mensen reizen een keertje door, jongen. Verschrikkelijk is dit.
Oh, we kunnen hier afsnijden. Dat gaat lekker. Nou, ja, nice. We hebben geleund op Henk. Dankjewel Henk, jongen. Oude topper. We hebben mooi op geleund. En dan kunnen we weer verder karren. Oh boy. Oh boy. Ik ga niet allemaal heel soepel. Maar dat maakt niet uit. Mijn doel is gewoon... Ja, oké, dit soort dingen. Rewind. Even rewinden. Zo. Hoe lang gaat het trouwens door? Oké, okay, resume from here. We kunnen trouwens de bocht beter nemen. In plaats van natuurlijk... helemaal bagger te rijden. Dat we opnieuw moeten beginnen en dat soort dingen. Dat willen we natuurlijk niet. Dus we gaan gewoon lekker rewinden. Is het trouwens leuker ook voor jullie om te kijken als ik zo nadenk. Dus dan doe ik het ook lekker. Oh boy. Nou, ik ga meteen weer rewinden. Wauw, Sander, serieus jongen. Kijk, ik moet hier snel, ik moet al meteen afremmen hier, en ik ga alweer dezelfde fout maken. Rewind. Ik ga even wat verder weg. Rewind further, yes. Nou, dan gaan we hier resumen en dan moet ik even echt eerder remmen. Al dit is verschrikkelijk. Bijna weer dezelfde fout gemaakt, maar dit keer gaat het op zich goed. Oh, even snel afremmen. Zo. En dan kunnen we hier wat voor een off-road weggetje. Niet helemaal ideaal voor deze auto's. En ik zit voor ons dat er een paar rally-auto's tussen zitten. Tenminste, er zit sowieso eentje tussen. Ik zou op zich beter moeten rijden hier ook. Maar het is waarschijnlijk gewoon alleen de looks die anders zijn van hem. Oh, dit ging lekker op zich. Spoiler is er wel afgeknald, maar... Je hebt nooit spoiler nodig in deze game. Is helemaal niet nodig. Het is only voor de looks, bruh. 52% zit er trouwens op. Hier heb je trouwens niet van die skillpoint missions. Dat merk ik trouwens wel. Hier heb er geen skillpoint missions bij. Ik moet meer letten op de minimap trouwens, wat er allemaal gebeurt. Want ik weet niet zo snel wat er gebeurt in de bochten. Okay, kom op. Ik wil jullie trouwens nog even inhalen. Kom eens even dichterbij. Ik vind het verschrikkelijk. We hebben weer skillpoint erbij, zie ik net. Dat tikt ook weer lekker aan. Ik moet hier langzamer rijden, want anders ga ik veel te snel. Zo, Kijk, man, wat rijk beroerd. Ik moet echt gewoon weer even wat inkomen met deze game, joh. Ik moet echt gewoon weer even wat inkomen. Resume from here. Ik moet meteen even remmen, zo. Ja, en dan kan ik hem in smooth de bocht nemen. Ik moet serieus wat meer oefenen. Ik weet zeker, als ik deze race zonder de rewind had gedaan, had ik waarschijnlijk iets van 10 keer deze race opnieuw moeten doen. Maar ik haal ze nooit in. Dat is dit ding, weet je. Ik haal ze nooit in. Dus ik moet het denk ik gewoon doen met de vierde plek. Ik moet het daar denk ik maar mee doen. Natuurlijk zijn het geen races waar je voor je sterretjes werkt, zeg maar. Maar meer voor de XP en de geld. En helaas zijn we vierde geworden. Maar goed, vierde is vierde. Het is tenminste niet vijfde of lager. Dus dat zo kun je het ook weer kijken. Het glas is gewoon half vol. Een mooi spoilertje hebben hoor. Poep. We hebben 11.000 credits erbij. Nou ja, we hebben 1,6 miljoen credits. Dat is verschrikkelijk hoeveel we hebben. En we hebben nu is 7.000 XP. En voor de volgende video trouwens. Ik ga trouwens nog de McLaren nog natuurlijk in deze video kopen. Laat me even weten voor de volgende video. Wat voor auto's ik daar moet gebruiken. Ik doe nog even een raceje met de Skyline trouwens. En daarna ga ik over naar de... Even kijken... Naar de McLaren P1. Ga ik die eens even kopen. Kijken hoe die rijdt. Ben ik ook benieuwd naar. Het is lekker pikdonker nu. Dus je ziet bijna geen ene malle moer. Bare white. Ik moet misschien ook wat meer luisteren naar hoe de GPS een beetje mijn dingen vertelt. Kijk ook weer wat. Beter komen. Lekker geld erin, krassen jongen. Oh, echt lekker jongen. Bijna 300 km per uur. Het zijn altijd die mooie wegetjes waar je kan rijden. Oh boy, ik zit net even wat weg. Moet lekker binnendoor. Zo. Mijn god, het gaat snel. Crash, oh boy. Hallo? Sorry mevrouw dat ik die tuin een beetje gesloopt heb. Oh, sorry. De hekken zijn een beetje weg, maar goed. Hekken zijn niet zo duur, hoop ik voor je. Anders is het een beetje zuur. Maar ja, ik rijd weer gewoon lekker weg en ik ga gewoon lekker racen. Dus I don't give a damn. Oké, synchronizing gravitas. En ik ben weer lekker bezig. Henk zit bij de crew. Door Henk gaan we natuurlijk altijd winnen. Maar we zijn vierde geworden net, dus we winnen eigenlijk niet. Ik had Henk er nooit bij moeten doen. Regress even bemeet. Oké, town tear up. Street race. En we hebben Lambo hebben we hier staan. We hebben een paar Mercedes'jes staan.
Dit wordt wat. Natuurlijk rijden wij op de hoogste difficulty. Ik zit trouwens ook net op de strepen ervoor op en niet eens gelijk lopen. Dus dat is echt geweldig. Maar dat maakt niet uit. Ik kan niet alles hebben helaas. Oh mijn god, jongens. De bosrijden is soms echt gewoon verschrikkelijk hier. Maar goed, ja. Ik rij ook niet al te best. Moet ik eerlijk toegeven. En ik zit trouwens hier met de Audi R8 met diezelfde sticker dat ik erop had. Dus wel geinig om te zien altijd. Dat iedereen dezelfde customization dingetje koopt. Wat zit die man me af te snijden hier, oh? Geworst en een keer gol. Schrikkelijk mandje hier, die Duitsers. Schrikkelijk mandje, die Duitsers. Oh, ik, that doesn't make sense. Oké, okay. We kunnen trouwens beter denk ik circuit races doen, want daar ben ik beter in denk ik. Nou, ik denk dat we op zich wel zometeen het lui gaan inhalen, heb ik zo gevoel. We hebben een skill point erbij, dus lekker. Gas geven, autootje, gas geven, kom op, ik wil ze inhalen. Shit, nou eens een keertje op, jongen. Oh, hier een bocht door. En daar een bocht door. Trouwens ook voor de mensen die het niet weten, ik upload dagelijks om 1 uur. Ik heb niet altijd op de tijden besproken. Ik heb op Twitter gegooid dat ik hem elke dag om 1 uur upload. Maar als je het niet weet, dan weet je het bij deze dus. En als er wat verandert natuurlijk in de uploadtijden, want soms wil ik wel eens een keertje dat ik vergeten ben wat te uploaden of dat komt wat later. En dan laat ik het wel weten op Twitter, dus als je niet volgt op Twitter zou zeggen, doe dat ook. Twitter.com/dubsgamer, dan ben je daar ook weer up-to-date van. En ik sta weer vijfde, serieus? Dit vind ik dan weer een beetje erg hoor. Kijk zo. Wow, was die andere die had bijna ingehaald trouwens. Wat zijn die tijden ervan? Oh, die man had me echt bijna ingehaald. Oké, we deze nog even één keer restarten. Daarna gaan we de McLaren kopen. Gaan we daar nog twee races denk ik mee doen. En dan sluiten we de episode af. Ik wil het winnen. Ik wil eens een keertje eerste worden. Want ik ben nu telkens vierde, vijfde. En dat gaat niet lekker. Het gaat absoluut niet lekker. Voor gas heb tegenaan. Iedereen heeft natuurlijk van die dikke, lompe supercars. En dan zit ik hier met mijn Nissan Skyline. Ik doe het natuurlijk zelf allemaal. Oh, dat heeft me dik afgeremd hier ook. Oh, even doorheen beuken. Gewoon vol gas er doorheen. Dat maakt me ook allemaal niet meer uit. Gewoon vol gas erin. Ik, anders win ik het niet. Oh, die man die beukt mij echt verschrikkelijk hard. Even meeleunen op deze man. Oh. Even meeleunen op jou, dankjewel. Ja, dankjewel dat je die bocht maakt, want dat is top. Jongen, die lui gaan best snel vandoor, joh. Dit is verschrikkelijk. Hoe snel die er vandoor gaan. Ja, Ghost aan de kant, jongen. Dat is eigenlijk mijn eigen crew. En ze zitten echt te veel te doen hier, hè. Oké, rewind. Ik moet deze bocht even beter maken, want dit was echt... verschrikkelijk. Even verder en we gaan hier vanaf weer verder. Zo, dit is tenminste beter. Nu zit ik wat meer in de buurt van hem. We hebben deze bocht verschrikkelijk gemaakt. Veel te ruim. Opletten op de map, want ik heb een scherpe bocht aan. Moet ik op voorbereiden. Doe deze auto, Baron, doe het, what are you doing? Die Baron doet echt allemaal dingen waarvan ik denk van, dude, why are you doing it? Die fans van de Wendel weg te blokkeren daar, joh. Verschrikkelijk. Oh boy. Derde plek. Het is derde plek. Dat vind ik goed. Als ik mijn derde of beter hoger sta, dan vind ik het helemaal best. Weet je, niet vierde of vijfde, daar kan ik geen genoegen uit van nemen. Vorige race wel gedaan, maar dat wil ik eigenlijk niet. Dus als wij dit nog eens eventjes nog kunnen... Nee, die lui lopen echt vies hard uit, jongen. De knetter, man. Holy shit. Zie ze verderop rijden, joh. Dat is echt verschrikkelijk, jongen. Die haal ik nooit meer in. Maar ja, ik wil maar genoeg nemen met de derde plek. Vind ik ook prima. Oh, die man loopt achter me trouwens helemaal in, jongen. Nino, ga weg. Nino, ga weg. Hou afstand, alsjeblieft. Nino, stop nu. Nee, echt? Are you kidding me? Fucking... Dit jump heeft me zo verkloot. Wel een goede manier of een leuke manier om te finishen trouwens, maar... Fuck, echt?
Shit, ik sta vierde nu. Oh, hij heeft het alsnog ingehaald met zijn Ferrari en zo. Kakzooi. Fuck. Ah, shit. Dang it. Nou ja. Oké, vierde plek. Moet het maar weer genoegen nemen. Vorige keer hadden we vijfde plek. Het is een stapje hoger. Maar niet waar ik het wou hebben. Maar goed, we hebben nu tenminste trouwens weer wat fans. Oh nee, we hebben een wheelspin. Hoezo hebben we een wheelspin trouwens? We waren toch niet level up? Of ben ik aan zo gek? Oh wel, ik vind het best. 30.000 credits. Ik had liever wat meer gehad, maar goed. We hebben al genoeg geld, dus op zich. Likingen zijn, boosters rijden die we like. Ja, ik like hem wel. Ik vind het helemaal prima, jongen. Ik vind het helemaal prima. Oké, laten we nu naar de garage gaan teleporteren. Of naar de festival teleporteren. En laten we de McLaren P1 halen. Fast travel, yes, het kost maar 10.000. Misschien van de ene is het net wat meer dan van de ander. Maar voor mij is het natuurlijk een koopje. Dus, nothing on hand. Oké, fast travel to destination. Oh, kijk die paarse licht, jongen. Holy shit. Oké, McLaren P1. Let's do this. Even kijken. Fuel for Fiesta. Even kijken. McLaren. Even wat verder. McLaren P1. Waar staat die? McLaren. Oké, die hebben we hier. McLaren P1. Dit is de P1. Die lijkt heel veel op de T20 van GTA. Jezus, dat ding is 1,3 miljoen. Zijn jullie gek of zo? Dat ik dat ding moet. Ja, ik heb toch genoeg geld, anders spendeer ik het al niet. Oké, die kopen we. 1,3 miljoen. Rip uit mijn life, jongens. Rip uit mijn life. Mijn god. Zo, de knetteren, jongen. Even kijken. Wat voor mooie kleurtjes hebben we hier allemaal tot onze beschikking? Ik ga trouwens even van achter beginnen. Deze hebben we. Vind ik niet zo mooi. Deze vind ik niet mooi. John Deere. Echt een John Deere McLaren, jongen. Mijn god, echt waar. Oké, leuk. Deze ziet er vet uit. Oh, deze ziet er echt lomp uit, jongen. Deze ga ik doen. Deze ga ik doen. Keuze is gemaakt. Deze McLaren wordt het. Buy car with credits. Oh boy. De McLaren P1. Dit ding is echt duur als fuck. Maar volgens mij hoeven we ook niet meer verder te upgraden. Want hij is al zo ver geupgraded. Is niet gezond. Maar we gaan eens even kijken of we deze nog sneller kunnen maken trouwens. Ben ik benieuwd naar. Gewoon lekker fucking snel maken. Oh. Oké, back. En dan willen wij upgraden. Upgrades. Auto upgrade. Oké, en dan wil. Oh, we kunnen een X van maken. Hoeveel kost dit? Hoeveel kost dit? Oh, 19.000, weet je. Boeien. Uppakee, flikker maar op. We hebben gewoon een X-auto. Een X-auto. Dat is fucking snel volgens mij. Dus ik ben benieuwd. Wat? Barn finds. We hebben twee barn finds. We hebben trouwens ready to collect. Oké, deze is toegevoegd aan mijn garage. Geinig autootje, maar het ziet echt heel mooi. Deze auto hebben we ook nog bij onze garage. Wat is dit voor auto? Ah, op zich ook wel een leuk autootje. Kunnen we eens een keertje mee rijden? Maar dat doen we later. We hebben nu natuurlijk de lompe McLaren, jongen. Een X-auto. Een X. Oh mijn god, dat is echt zo fucking snel volgens mij. Wheelspin wel als een mal natuurlijk, omdat hij heel veel paarden krijgt. Maar ik denk als ik op de weg ben, jongen, dit ging schiet vooruit als een malle, denk ik. Nu valt het nog wel enigszins mee. Maar ik weet zeker, normale race, oh, we slippen meteen al weg. Ik denk dat we echt een lompe slipauto hebben, maar even kijken. Zullen we anders even naar de stad toe heen teleporteren en dat we daar een race gaan doen? Of misschien wat buitenaf meer. Misschien kunnen we wel hier iets doen, trouwens. Cross country, hier moeten we wel off-road rijden, heb ik zo'n gevoel. Ja, dit is allemaal off-road, dus dat is niet echt ideaal voor deze auto. We kunnen op zich die race ook weer opnieuw proberen. We hebben hier trouwens een bucketlist, we hebben daar een street race. Daar kunnen we trouwens wel heen gaan. Gaan we daarheen, oké? Doen we dat. Oké, dan kunnen we ook meteen testen trouwens onderweg hoe dit autootje rijdt. Zal ik eens first person gaan trouwens? Ik weet ook meteen hoeveel kilometer per uur die gaat trouwens op het dashboard. Oh mijn god, dat gaat heel bijna 300 kilometer per uur. Dat is echt rap, jongens. Holy shit. Je ziet ook bijna geen steek. Eén klein bewegingetje maak ik trouwens met mijn stuur. En hij gaat best wel scherp sturen. Wow, de knetter, jongen. Deze auto is snel. Holy shit.
Dit ding is echt lomp als wat, jongen. Niet gezond. Ik ga hier waarschijnlijk heel verschrikkelijk bochtjes mee maken, maar dat maakt niet uit, jongen. We gaan gewoon vol gas mee rijden. Pak het al. We zijn steeds 300 km per uur. Lekker. Nieuw personal best krijgen. Oh boy. 3 sterren. Nice. 3 sterren hebben we ervoor gekregen. We krijgen ook de fans voor. 700 fans is niet heel veel, maar er staan wel wat fans erbij. We moeten nog heel veel fans krijgen voor Festival Expansion. Joh. Dus dat doen we wel even. Oké, hier het bochtje door. 300 km per uur hier zo door een bochtje. Hij stuurt best goed nog voor een hoge kilometer per uur in een bochtje. Grip heeft hij wel. Alleen als je echt heel scherp gaat sturen uiteindelijk, dan zal het wat minder gaan. Ja, dit is het ding. Ik moet heel veel remmen al van tevoren, anders gaat het niet goed. Zie ik dat trouwens de kenteken helemaal door de auto heen zakt? Ik zie natuurlijk geen lichten hier, dus ik zie niet echt wat ermee gebeurt met de auto, hoe de auto eruit ziet. Ik zie alleen een stel lichtjes en dat is ook wel best wel it. Maar misschien is deze race trouwens wel overdag, dat kunnen we zo meteen zien. Oh boy, dit ding is snel, holy shit. Oké, end the race. Dit is de snelste auto die ik zover nog heb, dus met de kot gaan we misschien ook wel een Bugatti halen en andere auto's en dan wordt het ook allemaal lompe shit, jongen. Zal ik wel even gas wegbrengen en fiets afspuiten? Yo. Snap niet dat ik opnames aan het maken ben, maar goed, ja. Alles blijft houden dus. Oké, daar zien we onze auto trouwens het licht nu. Maar we zullen zo meteen wat meer gaan zien, denk ik, hopelijk. Het regent trouwens ook nog. Ja, de knetter, man. Wat die auto rechts, dat is een X-auto. Het lijkt gewoon een normale auto, joh, waar je dagelijks mee zou rijden. Ik zie opeens in real life, opeens echt zo'n lompe auto. Of zo'n normale auto, opeens rijden. Maar dat ding rijdt opeens keisnel. Oh, zie ze, ik keur ze gewoon voorbij, joh. Dit is niet gezond. Niemand kan tegen mij op. I'm gonna beat them all, bruh. Nee, je moet heel veel remmen, dat is weer een nadeel van mij. Oh boy, ik neem wel heel veel bomen mee, maar dat maakt niet uit. Dit is... Oh, ik blijf het zeggen, jongen. Hoop ik heb er soms een lekker recht stuk, waar we gewoon vol gas gewoon lekker tegenaan kunnen karren. Hier kunnen we dus lekker vol gas doen. Even de gas los. Oeh, die was echt neer mis. Als wat, jongen, dat is echt heel dichtbij. Gas loslaten, dat gaat het beste. We hebben trouwens iemand achter ons. Wat voor auto is dat trouwens dat die achter ons? Voor mij is dat Audi R8, denk ik, die achter ons zit op de hielen. En ik gun hem die eerste plek trouwens eigenlijk niet echt. Dus ik wil dat ik eerste word. En dat hij misschien een foutje gaat maken. Hoop ik. Hier kunnen we lekker vol gas. Hier gas los. Hier ook even gas los. Oeh. Ai, ik moet niet te veel off-road gaan. Het gaat verkeerd anders. Oh, ik drift weg. Ik heb nog een beetje controle en de controle is weg. Snel omkeren. Make up your faults. Nee! Ah, kijk, ik moet even rewinden, jongens. Dit ging verschrikkelijk. Rewind verder. Dit moet beter. Nog eventjes wat verder. Kijk me gewoon helemaal. Kijk hoe ik gereden heb. Dit is verschrikkelijk. Nog even wat verder. Want ik ging echt in het begin al af. Hier moet ik een beetje remmen al. Dus resume. Ik moet hier even wat remmen. Dan kom ik niet eens door. Are you kidding me? Nou, rewind weer. Het houdt niet op, jongen. Nee, echt? Oh, we moeten gewoon in start. Are you kidding me? We kunnen gewoon beter beginnen, dus van de vorige keer dacht ik al. Kaak, nu staan we derde. Echt. Deze heb ik serieus gemist, zeker. Niet. Oké, deze is niet gemist. Oh, gelukkig maar. Oké, we staan tweede. Misschien kunnen we met een flinke sprint nog inhalen, maar die eerste gaat ook heel snel, hoor. Dus ik denk dat het de tweede plek wordt. Voor ons. Nou, we gaan wel op zich inrijden. Alleen, het hoeft niet te baten, want... Hij. Oh, finish. Kak!
Dat was echt zo dichtbij. Dat was echt zo. Een Subaru. Gewoon een Subaru met een S2-auto die me inhaalt. De knetter, man. De knetter. Dat was trouwens die auto. Die Bell Bolden Trophy was trouwens volgens mij degene die op zich normaal lijkt. Serieus, tweede plek. Net nog. We gingen zo fucking hard op af. Oké, laten we nog deze race opnieuw doen. En dat is ook de laatste race. We hebben een beetje wat verschillende dingen gedaan. Het is een beetje apart, maar deze auto is zeker lomp. Ik wil sowieso een keertje nog een keer mee rijden, een andere race. Misschien voor de volgende video kan ik het wel doen. Maar jongen, dit ding rijdt echt fantastisch. Wel als je off-road gaat, natuurlijk. Obviously, dan ga je met een hoge snelheid op de off-road. Dat kan niet goed. Natuurlijk niet goed. Dus we moeten een beetje voor zorgen dat we een beetje op de weg blijven. En dat de mensen niet in de weg zitten. Auto in de weg, oh boy, we moeten ook vooral passen. Kijk het autootje hier rechts, echt zo'n normale auto. Rijdt dan mee. En dan denk ik van, dat is een competitie tegen dit soort auto's. Kaak, are you kidding me? Ik ben zo scheid bezig. Even wat verder, hier zo. Yes, oké, resume verheer. Ik moet alvast wat gas loslaten, even wat remmen. Oh, er zit serieus een auto in de weg. Oh mijn god, die Audi daar voorop, die gaat ook snel optrekken, die facehugs. Oh. Oké, nou ja, het gaat op zich. Maar ik denk als we met een mooi sprintje op het einde sowieso wel kunnen inhalen. Dus dat moeten we ook in ons achterhoofd houden natuurlijk. Want het ding is snel, dat moet je niet vergeten, Het ding is echt heel snel. Even gas los, zodat ik wat meer grip heb. Zo. En wat off-road, dat is eigenlijk niet goed. Dat is eigenlijk helemaal niet goed. Maar voor zover halen we de checkpoint nog, dus het is nog oké. Okay. Het is nog goed. Het kan nog, door de beugel. Ah, dat gaat eigenlijk wel niet helemaal smooth. But if it works, it works. Kom op, moet die man inhalen. Hopelijk kunnen we een mooi sprintje op het einde doen dat we hem inhalen. Want onze auto is sowieso te snel voor denk ik wel. Oh, hier gingen we de vorige keer ook al met een fout in. En dit keer doen we het beter. Nee, dat is verderop. Verderop gingen we de fout in. Hier ook gingen we de fout in. Oké, nu moeten we zo meteen vol gas, sprintje maken. We moeten hem inhalen. Kom op Sander, kom op. Vol gas, kom op. Ik moet hem inhalen. Ah, hij loopt uit. Ja, hij loopt sowieso uit. Die Audi R8 is ook een lomp ding hoor. Die rijdt ook kei snel. En die kunnen hem niet inhalen. Die Subaru was natuurlijk wat minder snel. Dat was ook een andere tierauto. Dit keer winnen we alsnog tweede plek. Lukt ons toch niet helemaal. Helaas. Nou goed, ik moet het er maar mee doen. Het is niet anders. En met deze race hebben wij momenteel 15.000 credits gewonnen op, en zitten weer op 350.000. Plus we hebben een XP gekregen natuurlijk en dat is 9.400. Oké, is te doen. Bijna wel level up trouwens, nog één race en we zijn wel level up. Maar dat is natuurlijk voor de volgende episode. Maar goed, ik wil iedereen super hard bedanken natuurlijk voor de 20k nogmaals. En voor natuurlijk de support op de video's. Van de laatste tijd is echt overweldigend en daar ben ik super dankbaar voor. En ook bedankt voor deze... En ook natuurlijk bedankt voor het kijken van deze video. En als je het ook leuk vond, doe het duimpje natuurlijk omhoog. En meerdere episodes komen er absoluut natuurlijk aan. Verwacht ongeveer om de 2 video's weer een nieuwe Forza Horizon video. En iedereen super bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Subscribe natuurlijk op mijn kanaal als je natuurlijk meer wil zien van mij. GTA of Forza of wat dan ook. Komt er allemaal op. En dan zie ik je bij de volgende episode weer. Dus see you later. Alligator.